Ja, zoals gebruikelijk kort nadat het nieuwe jaar is begonnen, is er natuurlijk de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur aangeboden door het college. En er wordt altijd vaak gebruik van gemaakt door veel mensen. Zo ook zijn wij hier aanwezig. En we praten met iemand die heel veelzijdig is. Zowel Oranje als veteraan als Veilig Verkeer Nederland. Waar ga je het liefste voor? Nou, waar ik het liefst voor ga, dat weet ik niet. Ik zit in die vereniging en waar ik bij zit, dat wil ik met volle overtuiging doen natuurlijk. En ik heb geen voorkeur voor een vereniging, echt niet. Nee, want veilig verkeer is altijd nodig. Ja, veilig verkeer is natuurlijk altijd nodig. En we hebben hier een betrekkelijk veilige gemeente, gelukkig. Hè, maar het kan nog veiliger. Hè. Vooral gedragsbeïnvloeding bij mensen, daar mogen we nog rustig wat op hameren. En, hopende dat daardoor het verkeer nog veiliger wordt dan het nu al is. Is het toch niet een beetje dweilen met de kraan open? Want het veilig verkeer blijft constant, het is gedrag, het is altijd moeilijk te beïnvloeden. Nou, hoe meer je erover praat, hoe meer je met mensen in contact komt, hoe duidelijker dat je het je uitlegt, hoe meer de mensen zich toch gaan beseffen dat het nodig is. Iedere keer als ze weer geconfronteerd worden met een heftig ongeluk op andere plaatsen, en wij geven daar weer voorlichting over, laten dat zien. Op de televisie wordt er heel veel aan gedaan, hier plaatselijk natuurlijk ook. Dan zijn de mensen toch wel bewust met het verkeer bezig. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, mensen die altijd een beetje haast hebben en de verkeersregels een beetje aan de laars lappen. Maar over het algemeen hebben we hier toch niet zo'n klagen. De andere is natuurlijk je outfit. Dat gaat over Oranje. Dat kan zijn veteranen, maar kan natuurlijk ook zijn de Oranjevereniging. Nou, ik ben veteraan. Ja, ik ben uitgezonden geweest naar Cambodja, Libanon en ook naar Sudan. Maar dit pak is van de Oranjevereniging. En sinds een jaar maak ik deel uit van het bestuur van de Oranjevereniging in Bunschoten. Ja. Staan er nog speciale dingen te wachten voor 2014? Nou, we hebben een beetje een normaal draaiboek. Het is de eerste Koningsdag. En we hebben een beetje het programma van vorig jaar. Ieder jaar komen er wel weer wat andere dingen bij. Maar in grote lijnen blijft het toch zoals het altijd is geweest. Nou, we kijken in ieder geval naar uit. Bedankt voor het gesprek. Ja, graag gedaan hoor. En iedereen een heel gelukkig, maar vooral gezond 2014. Heel belangrijk, dankjewel. Ja. Ik heb mijn Bob wel niks. Of niet, Bob? Ja, het is altijd interessant als je twee dezelfde kleuren ziet. Maar moet ik zeggen, dit is een echte en dat is een bijna echte? Nou, dit is de echte. Kijk wat er staat erop. Maar Bob, die mag hem ook wel aan hoor. Ja, ja, ja. Dankjewel. Kijk, Bob kunnen we er goed bij gebruiken. Ja, precies. Even over de politie, want ik denk dat wij vorig jaar stonden toen het nog geen nationale politie was. En dat is inmiddels wel. Is dat een groot succes? Ja, ik vind het wel, want we hebben een groot wijkteam gekregen. Ja. En daar kunnen we het gezamenlijk mee doen. Ja. Ja, gelijk al als je het zegt, was dat natuurlijk een incidentje in die zin dat er door ziekte het bureau niet bezet kon worden. Ja, achter is een incidentje. En dat haalt zelfs de politiek. Ja, dat kan. Ja. Moest je toen op het matje komen bij de burgemeester? Ik niet. Ik niet, maar er is wel over gesproken. Ja, ja. Maar er is verder uitgesproken, dus klaar. Het is niet zo dat we op dat moment onveilig waren in het dorp? Maar absoluut niet. Juist niet, nee. Nee, want we hebben een groot wijkteam. Ja, ja. En dan maak je keuzes. Ja. De nieuwjaarsviering is rustig verlopen? Ja, ik vind van wel. Alhoewel ik dan op de Bunschoten zag dat er een betonnen bak uit elkaar geblazen is, denk ik van ja. Hoe groot is het vuurwerk, hè? Ja. Wat we tegenwoordig hebben. Even een beetje politiek getinte vraag. De wijkchef had aangegeven voor de sluitingstijden dat hij dat wel een goed idee vond om dat de hele nacht open te laten, zeg maar, de horeca. Dat heeft het niet gered. Zijn jullie een beetje in mineur nu? Nee, we zijn niet in mineur. Alleen er zijn, vanuit de politiek werd er gevraagd van wat is ons standpunt. Ja. Nou, dan heb je een keus van we gaan of open sluitingstijden of we gaan zeggen we houden het op het is. Want een uurtje langer, dat is het rekken van iets wat we nou net niet willen. Maar een van de argumenten van hem was dat ze dan geleidelijk naar huis zouden gaan, zeg maar, in plaats van allemaal om 2 uur. Klopt, dat klopt. En daar staan we ook nog achter. Alleen als de politiek anders beslist, is het ook goed. Ja. Dan zorgen we alleen dat we aanwezig zijn. Ja, ja. Want als de politiek beslist, dan heeft de advies van de wijkchef geen waarde meer. Nee, nee. Is dat jammer? Ik vind van niet, want dat is democratie. Dat is goed geantwoord, dankjewel. Wim Smeets, ook op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur, altijd ieder jaar bij je aanwezig, hè? Ja, ja, en ik probeer er altijd als een van de eerste te zijn. Dan kan ik die mensen nog een beetje een praatje houden. Dan zijn ze nog niet helemaal murw geslagen door alle goede wensen die ze toegewenst hebben gekregen. Wat wens jij nou het gemeentebestuur vanuit jouw achtergrond? Ik wens ze een goed natuurjaar toe en een goed inzicht in het bomenbeleid wat ze van plan zijn. Oké, want?
Nou, ze hebben een nieuw bomenplan opgesteld afgelopen jaar en dat gaan ze nu uitvoeren. En ik hoop dat ze daar ook een beetje voet bij stuk kunnen houden en zich niet laten murrel beuken door de mensen die allemaal met hun eigen kleine probleempjes komen. En die hun achtertuintje willen beschermen, een schaduwtje willen hebben en dat soort dingen allemaal. Dus dat ze nu meer de grote lijn in de gaten houden. Is zo dat ik nu moet begrijpen dat je een beetje afwijkt van alles wat vliegt en ons altijd weer boeit? Nee hoor, nee zeker niet. Ik ben toen ook op die hooravond geweest en ik heb de gemeente toen een compliment gegeven over het feit dat zij het bomenplan hadden opgesteld. En ik, dan nogmaals, ik hoop dat ze dat ook zodanig gaan uitvoeren. Nog even over waar we jou natuurlijk van kennen. Eigenlijk zijn dat de vogels en de natuur. Heb je nog grootse plannen? Want dat zijn we toch een beetje van je gewend. Nou, we gaan dus elke maand morgenochtend bijvoorbeeld van 9 tot 10 op de Westdijk staan. Maar de overzwaluwwand moet dit jaar de grote klapper gaan geven. We hebben er het afgelopen jaar aan flink geëxperimenteerd. Om te kijken van waar de overzwaluwen een voorkeur voor hebben. Welke grondsoort, hoe dat onderhouden moet worden. Zo. Daar hebben we helemaal uitgezocht, grafiekjes van gemaakt. En nu hebben we dat helemaal. En nou, dit jaar hebben we het dus uitgevoerd zoals volgens afgelopen jaar de vogels het leukste vonden. En dat gaan we nu doen. Dus dat is succes voor de overzwaluws. We hadden afgelopen jaar 166 broedparen in het tweede legsel en 110 in het eerste. Dat betekent zo'n kleine 1000 jonge vogels. Dat is een heel succes voor het eerste jaar. Komen die altijd terug op dezelfde plek? Een overzwaluw, als het even kan, komt die op dezelfde plek terug, ja. Dus moet je uitgebreiden? Nou, er is een mogelijkheid voor 1108 paardjes, dus ze kunnen nog wel even door, hoor. Oké, ik vind het boeiend. Dankjewel, Wim. Ik verdeel me voorzitter van het museum, zoals ik maar even zeg. Hoe is het met het museum? Hoe gaat het met het museum? Nou, we kunnen terugzien op een heel fijn jaar. En dat fijn jaar bestaat erin dat we ook een hoop bezoekers hebben gehad. Maar we hebben ook een aantal nieuwe dingen weer gedaan. Ja, want ook voor het museum geldt dat de subsidiekraan niet wijder open is gegaan. Nee, die was natuurlijk het afgelopen jaar was hij inderdaad een stukje dicht gegaan. Maar dat weet je al een tijd van tevoren. En dan zeg je natuurlijk als bestuur om elkaar, hoe gaven ze me daar antwoord op geven? Ja. Nou, ik denk dat we dat met elkaar hebben gedaan. Dus dan ga je een klein beetje aan de kostenkant ga je zitten. Dan ga je een beetje snoeien. Maar aan de andere kant zeg je, we moeten creatiever worden. Want het gaat om, hoe krijg je meer bezoekers? Ja. Heel logisch zou zijn, althans zo doen veel bedrijven het, die schroeven dan die toegangsprijs omhoog. Ja, dat zou inderdaad mogelijk zijn, maar je kan veel beter iets doen. Ze zeggen, hoe kun je het zo doen dat mensen gaan komen? Dus je moet aan je creativiteit werken. Dat is beter. Kijk, in de tijd waar we nu in zitten, van kredietcrisis, moet je niet aan toegangsprijzen omhoog doen. Want dat werkt niet. Maar je moet wel werken, hoe kunnen mensen met museumjaarkaarten binnenkomen? En dat is wel een belangrijke. Want als je naar Spakenburg gaat, dan hoor je naar het museum te gaan. Ik zou zeggen, het museum kan je gewoon niet missen. Ook voor het cultuurhistorische niet. Oké. Mooi gezegd, Driek. Tot de andere keer. Graag gedaan. Ik hoop, ik ga in ieder geval goed de beste wensen voor 2014. En ik zeg gewoon heel eerlijk dat ik woensdag 8 januari 20 jaar hier in Bunschoten woon. Nou, fantastisch. En dan ben ik benieuwd hoe die gaat reageren. Je kan het positief zien of heel negatief. Nou, ga de vlug vertellen, want hij gaat gewoon door. Ja, nee, is goed. En ik ga het gewoon eerlijk aan hem vertellen. Dus dat mag toch? Ja, en ik ga het gewoon afwachten van wat hij gaat zeggen. En dan op naar die 25 jaar. Perfect, hartstikke gefeliciteerd. Oké, bedankt. Ja. Ja. We zitten van het bestuur van de zorgboerderij, noem het maar even heel vlot. Wat heb je meegenomen? De flyer. Nieuwe flyer van de zorgboerderij, om iedereen kennis te laten maken, hoe, wat en waarom. Is dat nog niet bekend? Nou, een groot gedeelte wel, maar hier staat het wat meer duidelijkheid in. En ook het nieuwe gedeelte. Is, en ook het nieuwe, ja. Oh, een hulleboer, ik zie het al. En de hulleboeren, en hoe het in elkaar zit en wat de bedoeling is. Oh, dat ziet er wel heel deftig uit. De bedoeling dat iedereen dat in de bus krijgt, dat iedereen ook weet waar die ons kan vinden. En ook vriend kan worden. En vriend kan worden, donateur, ons kan helpen, ja. Want vordert de bouw voldoende? Nou, wat ik heb gezien, en daar weet Menno meer van, is de onderkant helemaal klaar. Menno, ja, klopt dat? Ja, hè? Ja. Menno weet precies hoe het ervoor staat. Welke stenen zijn er laatst gelegd? Nou, de beton, dat is allemaal klaar, zeg maar. In de grond is alles klaar. En we gaan beginnen volgende week met de staalconstructie erop plaatsen. Dus dan gaan we met een aantal vrijwilligers en bouwvakkers zijn we daarmee aan de gang. Kijk, het is eigenlijk, we werken met de hulpboer. En met de vrijwilligers zijn we met elkaar bezig. Dus
Ja. Klinkt goed. We zijn benieuwd hoe het ermee voor staat. We gaan nog eens even kijken bij jullie. Ja, dat is hartstikke mooi. Kijk, ja, we werken in principe samen. Hè. Dus de stichting, of de zorgboerderij gaat weer de stichting ondersteunen en andersom, zeg maar. Ja. Nou, dan zien jullie allebei mekaars... Goeie partners, toch? Oh, partners heet dat, ja. Oké, dankjewel. Ja, hartstikke leuk. Hartstikke goed, dankjewel. Max Schodebeek, voorzitter van De Blauwe van Spakenburg. Ik had net de rode kant te pakken. Die hebben hun trainer net de deur uit zien gaan. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Ja. Is dat in de voetballerij zo makkelijk? Nou, in zo'n opportunistische omgeving als voetballand is dat inderdaad zo gemakkelijk. Is dat goed voor de hele prestaties van de club? Is dat weer een schokeffect of juist niet? Nee, ik denk nooit dat dat goed kan zijn. Maar ja, dit hou je niet tegen. Ik bedoel, je moet naar boven kijken. En een Gert Kruijs is een man die daar vandaan komt en weer graag op dat platform zou willen etaleren. Dus niet zo vreemd. Nee, het is ook wel logisch misschien ook als hij die aanbod krijgt. Hoe gaat het in het algemeen met Spakenburg? Jullie zijn uit een dalletje gekomen. Het gaat nu weer in het linker rijtje. Ja, als ik het afgelopen jaar bekijk, dan het kalenderjaar split zich in twee. Hè? In het einde van een seizoenshelft en de start van een nieuwe seizoenshelft. Nou, dat einde dat was niet zo best. Dat was zeg maar een soort greep wat de vereniging vasthield. En dat hebben we weten te overleven. En ja, de start was niet echt wat wij ervan verwacht hadden. Maar op dit moment gaat het heel goed, ja. Ja, want je moet je niet voorstellen als er geen derby meer geweest zou zijn. Ja, dat had ik me kunnen voorstellen. Ja, dat had kunnen gebeuren. Ja. Maar goed, jullie trekken weer goed op. Begrijp ik ook dat je lekker naar Marbella gaat? Ja, inderdaad. Wij gaan maandagochtend heel vroeg vertrekken naar het zuiden van Spanje. Ja, want dat is een beetje traditie dat jullie in ieder geval even de warmte opzoeken en daar ook nog wat wedstrijden spelen? Nou, we hebben een goede ervaring daar. Het is zeker de laatste jaren, als we die mogelijkheid hebben, dan een goede week training. Samen wat anders doen dan voetballen. Veel praten. Dus de strategieën bekijken waar we staan en waar we zouden willen gaan staan. Een goed moment om dat eens zo te doen. Ja, wat is nou de rol van de voorzitter tijdens zo'n trainingskamp in het buitenland? Haarlemmeroli. Ja. Maar ook met autoriteiten contacten leggen, toernooien bespreken? Nee. Dat zijn echt operationele zaken die bij de mensen en commissies thuis horen. Het is echt met elkaar de staf momenten pakken daar je zeg maar niet zo gemakkelijk in het seizoen aan toe komt met elkaar te kunnen overleggen. Jullie zitten op strategisch niveau. Inderdaad. Ja. Ik moet even langs de deur, want ik moet Peter van Skoops nog eventjes bedanken. U heeft het allemaal kunnen zien, we kregen een roulade van SCP. Daar zijn we natuurlijk heel content mee. Maar goed, dat is ook deels jouw afkomst, Peter Frans. Wat ga je de burgemeester vertellen zo dadelijk? Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat hangt een beetje van mijn stemming af. Die is natuurlijk heel positief in het nieuwe jaar. Ik heb geen speech voorbereid natuurlijk. Allereerst wil ik hem natuurlijk alle gezondheid en het beste toewensen. Maar wat er ook nog wel eens gezegd wordt, is een goede samenwerking. Nou, dan denk ik wel eens, ja, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Bij een samenwerking. Wij hebben heel vaak met positieve punten hebben we ingebracht. Maar er worden meestal van de tafel geveegd. Dus, ach. Je krijgt er nu ontbijt trots Bunschoten. Ja, ach, trots Bunschoten. Ik heb er op mijn weblog een lang artikel over geschreven. Een beetje licht ironisch. Ik wacht het verder af. Ik zie er niet zoveel toegevoegde waarde. Maar het doet ook mee in de oppositie, denk ik nu, als die een zetel krijgt. Ja, maar goed, je zou beter de krachten kunnen bundelen als oppositie en weer niet iets met iets aparts kunnen beginnen. We wachten het af. Ik gun Henk van der Meen het beste en Jacob Muis. Ja. We zullen het gaan zien, dankjewel. Ja, dankjewel ook. Albert Veldhuizen. Oh ja. Hallo. Ik heb jou zien, wat was het, hamburgers bakken op de festiviteiten bij de molen? Inderdaad, bij de Korenmolen De Hoop. Ja. Ja. Wat deed je daar precies? Nou, dat was pannenkoeken bakken. Oh, pannenkoeken bakken. We hebben daar perfect lekker meel. Ja, ja. Hè, van ecologisch verantwoord goede tarwe. En daar hebben we heerlijke pannenkoekenmix van gemaakt. Hoe werkt dat? Moet je dan van tevoren een beetje oefenen of ben je gewoon bedreven in het bakken van pannenkoeken? Nee, dat is echt een vak. Ja. Dat moet je echt kunnen. Maar het is wel gelukt. Ja, het is gelukt. Zeker met zulke soort meel. Ja. En dit jaar gaan we het weer doen. Wat ben je trots op de molen in zijn geheel? Het is toch een plaatje, hè? Ja. Zo'n mooie lampjes erbij. Heerlijk. En steeds meer gediplomeerde molenaars? Ja, steeds meer, ja. Is er ergens een limiet dat je zegt van nou, vijf is wel zat hoor? Nou,
Er zijn nog molens genoeg in Nederland. Hè? Ja, dus gewoon lekker allemaal komen en doen. Wat ga jij de burgemeester vertellen? Dat zal ik onderweg even bedenken. Ja. Ik heb hem nog niet bedacht. Ja, nee. Oké, dankjewel. Peter Hagedoren. Ik kom alleen de burgemeester eventjes. Ja, wat ga je de burgemeester vertellen? Dat het zo'n mooi dorp is en met veel succes wensen bij de volgende verkiezingen en zo. En hoe het allemaal gaat lopen hier. Wordt het een politiek getinte boodschap? Waarschijnlijk wel, ja. Maar goed, hij is aangesteld door de koning. Oh ja. De koningin, dus ja. Dat is natuurlijk anders. Maar we gaan stemmen dit jaar, hè? Ja, we gaan sowieso. Stemmen. Even een ander, je hebt nog altijd een beetje kritisch zo links en rechts. Ben jij niet kwijt, hè? Dat vergaat niet, hè? Nee hoor, maar ik heb gewoon eigen mening. En ik zeg altijd van, ik heb nergens stand van, maar overal een mening over. En dat werkt prima, ja. Ben je politiek gearrangeerd? Nee, totaal niet. Nee. Dus je mag schrijven wat je wil en denken wat je wil. Ja, ik hoor nergens bij. Ik heb gewoon eigen mening. Heb ik dus. Wat vind je van trots op Bunschoten? Ja, zit daarop te wachten. Ik weet het niet. Ik geloof het niet. Ander verhaal is? Ik denk politiek toch wel aan het veranderen is. Ik denk geen moment is dat de staat steeds... Vroeger was de staat voor de burgers. Nu zijn de burgers voor de staat. We gaan op een gegeven moment allemaal dus trekken, kaal plukken. En dan krijg je subsidie voor je kinderen, voor je huur, voor je zorg, voor je ratten met uit. Je wordt afhankelijk van de staat. Ik denk dat Europa dus straks weer opnieuw een Franse revolutie gaat krijgen. Dat we de Bastille weer gaan bestormen. Heb jij mening of de gulden terug moet komen? De mark mag ook. Ja, dat ook. Ja. Maar het is wel reuze handig als we op vakantie gaan straks en we gewoon eurotjes in de binnenzak hebben. Ja, maar tegenwoordig betaalt toch alles met de pin. Dat wil de overheid ook graag. Dan kunnen ze ook de geldcontrole weer volgen. Je bent ook een fervent zeiler en bemanningslid van de BU. Ja, leuke dingen begrijpen. Tweede gemeente Botter. Ja. Die kunnen we gewoon huren en lekker met jou varen. Ja. We hebben een prima bemanning. We hebben een mooie boot. We hebben hard gewerkt. We gaan nieuwjaar er weer flink tegenaan. Er ligt nu op het droge? Ja, nee, is net in het water ingelaten dus. We hebben een heel stuk, een nieuw stuk huid, nieuwe dekenpoten, nieuwe lijfhout. Hij is weer perfect, is die. Hoe werkt het nou als ik dat wil reserveren? Leg even uit. Heel simpel, je kan ook bij Arie bij het museum kan je dus reserveren. En verder hebben we het telefoonnummer van de schipper. Dan kan je de schipper Kobus Ruisdal rechtstreeks kan je bellen. En verder hebben we een hele mooie site. Dus Marjant Corpadi met Bram, die waarschijnlijk kennen ze wel, die hebben weer perfect gedaan. We linken door naar de Zuidwal, we linken door naar Spakenburgse dagen, we linken overal door. Dus nee, dat is veelbelovend is dat. Nou, dan komen we van het jaar weer bij je vader. Dankjewel. Okay, afgelopen. Heren, er is een grote discussie en onzekerheid over dat pontje. Komt er een tunnel, een brug of blijft het pontje gewoon bestaan? Nou, als dat de kap ligt, dan blijft die pont bestaan. Dus dat hij op de partij moet op de kap stemmen, zou ik zeggen. Oh ja. En daardoor blijft het ook bestaan? Dat denk ik wel, ja. Je zit natuurlijk met heel veel toeristen die roepen van, doe dat ding dat toch eens een keer op zondag open. Hoe zit het daar nou mee? Ik weet niet hoe dat mee zit. Het is een nog gevraagd aan ons. Dus, Is dat zo? En hoe zou je er tegenover staan dan? Oh, dat weet ik nog niet. Niet gelijk ja? Is het niet aan de orde? Nee, niet gelijk ja, nee. Want er is natuurlijk wel fietsers die uit het gooi komen, die willen hier gelijk naar binnen. En nou moeten ze helemaal via één bruggen. En wat is er in Spakenburg te beleven op zondag? Niet zo heel veel. Nee, er moet eerst VVV's opgooien. Wat hebben we nog meer? Het museum moet eens opgooien. De bibliotheek moet opgooien. Het zwembad moet opgooien. En dan praten we verder over de pont, zou ik zeggen. Oké. Okay. Nou, een ander serieus onderwerp. Jij hebt verstand van ganzenflappen. Hoe zit het ook alweer? Ja, nou ja, dat ga ik zelf niet zeggen of ik er verstand van heb, maar ik doe mijn best. Het is nu weer wintertijd, is weer midden in de polder zitten? Ja, gelukkig wel, ja. En zijn ze er nog? Wat, de ganzen? Ja. Ik had er niet over. Ga je niet over gaan? Er zijn er duizenden, dat weet ik wel. Je alleen maar omhoog te kijken. Ja, nou, lokgans, we hebben een hele reportage hier van Oud Bakker, schitterend, wordt heel veel bekeken. Maar dat blijft ook gewoon in je bloed zitten. Ja, als dat niet meer in mijn bloed blijft zitten, dan... Dan zit ik in de haven of bij die bomen daar, hoe heet dat daar? Op daken of zo. Oh ja, dat wil ik ook niet. Wat ga je de burgemeester vertellen? Ik ga de burgemeester niks vertellen. Ik ga de beste mensen toewensen in 2014. Waarom er niet gekomen is met de Sinterklaas-intocht? Nou ja, dat gaan we volgend jaar zelf doen. Ja. Want nee, ik neem Dijk, pak alles zelf op, neem alles zelf over. Ja, we helpen mee hoor. RTV Bunschoten helpt mee. Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Ja, toch? Ja. Oké, gaat goed jongens, dankjewel. Oké, dan krijg je.
Wim Beukers, je bent kandidaat op de CDA-lijst. Hoe vind je zoiets? Nou, een geweldige kans om mezelf ook politiek actief te worden. En ik vind het ook geweldig om zoiets te kunnen doen. Ja. Maar hoe, waar komt die politieke ambitie vandaan? Ik ben altijd al wel een beetje geïnteresseerd geweest in politiek. En vorig jaar heb ik ook meegedaan aan een, zeg maar een spel. Een politiek Europees naspelen, zeg maar. En dat is me geweldig bevallen. En toen ben ik ook meer lokaal actief geworden, zeg maar. En dan denk je, stort met de lokale politiek. Nee, daar kun je het halen, wou je zeggen. Ja, precies. Klein beginnen, hè. Mark Rutte begon ook op zijn 17e. Misschien dat er voor mij ook nog een toekomst in ligt. Heb jij een voorbeeld dat je zegt van, nou, maar dat is van acht is toch wel mijn voorbeeld, hoor? Nou, niet iemand specifiek, maar er zijn zeker mensen die me aanspreken. En, Dan verluister je naar Henk Koelewijn. Nee, Henk Koelewijn die heeft me een beetje binnengebracht, zeg maar. Die heeft me bekendgemaakt met CDA. En dat is wel iets waarmee ik verder wil gaan. Wat verwacht je van de verkiezingen? Heb je daar een beeld bij? Kom je erin, zogezegd? Of sta je toch eigenlijk onverkiesbaar? Nou, als het volk het wil, dan kan ik erin komen. Ja. Maar dat denk dat het niet gaat worden. Op voorkeur, als je heel de familie mobiliseert. Ja, maar dan moeten heel veel mensen om me gaan stemmen. Ja, dan kun je als burgerlid toch je actief opstellen. Precies, en dan ook klein beginnen, denk ik. Hè? Dat je zoiets al ervaring op kan doen en dan misschien later nog een keer hoger op de lijst kan komen te staan. Ja, want waar zit jouw specialisatie? Waar ga je voor? Wat is jouw bekend terrein? Met economisch gebied misschien, denk ik. Ik denk dat ondernemers en zo, dat juist daar op mijn sterke punten liggen. Oh, ik zit even te denken, economisch gebied, hebben jullie daar nu al iemand specifiek voor? Is dat Peter van Asselt een beetje? Kijk, en volgens mij niet. Voor mij bij bestuur en middenles hij had Henry Wiel draaien nog. Oh, ja. Dus misschien dat ik daar als burgerlid mee kan gaan draaien. Oh, okay. Maar goed, ik hoop dat je erin komt, joh. Ontzettend veel succes. Hartstikke bedankt. Ja. Henk, even naar jou toe. Jij staat volgens mij verkiesbaar. Ik sta inderdaad op plaats nummer 6 en als het bevolking het wil en CDA gaat het goed scoren, ja, dan kom ik in de gemeenteraad, dat klopt. Ja, want ook al zou dat niet lukken, dan word je wel actief als burgerlid? Ja, ja. Ik denk nu nadrukkelijk op de achtergrond mee. En bestuur heeft mij gevraagd van, zou je niet eens wat meer op de voorgrond willen? Ik was daar wat terughoudend in, want ik vond op de achtergrond meedenken prima. Maar als ze een beroep op mij doen, dan ga ik ervoor. Dat klinkt wel heel politiek, hè? Waarom? Als ze vragen, dan doe ik het. Ja, maar zo sta ik er ook echt in. Maar je moet het zelf ook leuk vinden, toch? Ja, ik zit al jaren met de politiek. Als ik het niet leuk vond, dan deed ik het al die tijd niet. Even over de positie van Menno Nagel. Als je dat vergelijkt met de positie van Bert Koops, die staat 2, maar die zegt nadrukkelijk, als ik geen wethouder word, dan stop ik ermee, zeg maar. Hoe zit het met Menno? Die wil alleen maar wethouder worden? Ja, hij heeft nadrukkelijk aangegeven van, ik ben nu wethouder. Op het moment dat ik als raadslid terug zou komen, dan zou betekenen dat ik dus mijn eigen werk zou moeten gaan beoordelen. Dat vind ik niet kies. Dus ik geef juist de ruimte aan anderen om dat te doen. En op het moment dat CDA in het college komt, is Menno weer onze kandidaat. En ik hoop het, want Bunschoten heeft niet voor niks de laagste woonlasten van heel Nederland. En ik hoorde al iemand zeggen dat we een wethouder hebben die al zuinig, zelfs zuinig lacht. Nou ja, laat concurrenten dat maar zeggen. Hij voert dat zuinige beleid en dat lijkt me belangrijk en daar gaan we voor. Klaas, Rabobank ben jij natuurlijk van. We horen heel veel dingetjes over de Rabobank. Treft ons dorp dat ook? Nee, absoluut niet. Het is gelukkig niet. Hè. Het is toch iets wat zich in Utrecht heeft afgespeeld en heel vervelend is. En waar je dan als lokale medewerker toch best wel denkt van hoe kan dat ons gebeuren. Maar het heeft geen consequenties voor de dienstverlening hier van de bank. Nee. Het is niet zo dat je wat meer dicht gaat of mensen weggaan of af moet slanken? Nou, het is wel zo, maar dat was al voor die tijd bekend, dat wij dat je verdienmodel wordt anders als bank zijnde. En je moet meer buffers, meer eigen vermogen aanhouden. Ja, en hoe krijg je dat voor elkaar? Aan de inkomstenkant is wat lastiger, want het is toch bepaalde producten die mag niet. Belegging is minder, daar kun je wat minder in doen. Verzekersproducten is minder, dus dan zit je toch aan gebouwen en mensen te denken. En je hebt toch mensen nodig om het werk te doen. Ja. Dus er wordt nu heel veel inspanning.
inspanningen in Utrecht gepleegd om te zien dat we achter de schermen meer kunnen automatiseren. Dat is bijna meer dan 1 miljard voor vrijgemaakt. En op het moment dat dat, noemen we een mooi woord, straight through processing, als dat meer effect krijgt, dan heeft het ook consequenties voor de personele bezetting. Ja. We dachten altijd dat de Rabobank onkreukbaar was. Voor een tijdje geleden dat het alle andere banken financiële steun nodig hadden. Ja. Dat is toch met de Rabobank niet helemaal goed gegaan? Nou, we hebben in ieder geval geen financiële steun nodig gehad van de overheid. Dus we liggen niet aan het infuus. Maar we hebben absoluut een imagoschade opgelopen. En dan gaan we met z'n allen hard aan werken om dat weer te herstellen. En het vertrouwen weer terug te krijgen van de klant. Oké, we gaan naar de burgemeester luisteren. Ja, interessant. Dankjewel. We wensen elkaar in de periode voor kerst en nieuwjaar heel vaak en veel het goede toe voor 2014 en deden dat vanavond ook. Ik wil namens het gemeentebestuur en persoonlijk iedereen hartelijk bedanken voor die goede wensen en die helemaal wederkerig maken. En daarbij ook u allen de zegen van de Heer toewensen in diens handen onze tijd ook het jaar anno domini 2014 zal zijn. Dames en heren, graag besluit ik deze nieuwjaarsrede met een oude plaatselijke nieuwjaarswens. En dus uiteraard in plaatselijk dialect, oftewel in onze eigen taal. Ik wens jullie allemaal al wat wenselijk is.